Nou, het, uh, tweede gezin, uh, het tweede blok willen we nadenken over uh, gezin als groei- en bloeiplek. En dan uh, de nadruk leggen op liefde. Ik zie sommigen al grinniken, want die kennen dit gezin vast wel. Het was wel grappig, wij zochten een, uh, een gezin, gewoon een plaatje van een gezin. voor deze presentatie. Maar ze allemaal met twee, drie kinderen. Ik dacht, ja, dat is echt zeker van deze tijd. Gewoon allemaal, ja, een jongen en een meisje, nou dan ben je er. Hè? Dan, is, dan heb je het voor elkaar dan een perfect. Uh, dus uh, maar we dachten nou, uh, jullie kennen dit gezin misschien wel van huis vol. Met negen kinderen. En uh, het is geen perfect gezin, maar er wordt wel, uh, word wel veel liefde gedeeld. En uh, ook, ook uh, hun houden als stel uh, veel van elkaar. En uh, het is wel een, een mooi gezin. Maar we willen het hebben over uh, liefde, zoals ik al zei. En um, ja, dat willen we eigenlijk in, uh, in vier onderdelen verdelen. Um, wij dachten na over deze avond en eigenlijk kan je natuurlijk heel veel zeggen over opvoeding, je kan heel veel uh, zeggen over gedrag, over uh, ja, allerlei onderwerpen kunnen aan de bod komen, maar uh, liefde is eigenlijk de grondslag van alles, dachten wij. Het ja, ligt een grondslag uh, aan alles. En um, eigenlijk wil je zo graag dat jouw gezin een tuin van liefde is. Dat de liefde is tussen jou als man en vrouw, dat de liefde is naar de kinderen, dat de liefde is onderling, dat, er, uh, dat je liefde uit mag stralen als gezin, dat als mensen bij jou binnenkomen, dat ze eigenlijk stappen in een tuin van liefde, dat daar liefde is en vrede en blijdschap. Zo'n plek wil je zijn, als het goed is, uh, is dat verlangen daar. En daar zijn zoveel uitdagingen natuurlijk dat, die dat met zich meebrengen. Nou, als eerst willen we kijken naar uh, God liefhebben. Ik ga de dingen kort aanstippen. Ik ga er niet te lang over praten. Aan het einde doen we ook, uh, gaan we ook nog uh, weer even praktisch aan de slag. Dus uh, we willen de tijd goed uh, benutten. God liefhebben, daar begint het mee: dat wij zelf persoonlijk een levende relatie met God hebben, dat God onze eerste liefde is bij ons op de eerste plek staat. God geeft ons in zijn woord ook een liefdesopdracht aan ons. Hij zegt, u zult de Heer, uw God, lief hebben... met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat we God lief hebben boven alles. Dat hij de eerste in ons leven is. En dat wij in gehoorzaamheid aan hem willen leven. Dat betekent dus wat hij zegt in zijn woord... dat we ons daaraan willen houden. Ook al zeggen de mensen of de omgeving, andere dingen, uh, maar wij willen daar als eerste uh, ons aan vasthouden. Hij is voor ons de belangrijkste. We willen hem aanbidden, We willen voor hem leven. En als we natuurlijk bedenken uh, wat Hij voor ons gedaan heeft aan het kruis, de enorme liefde waar Hij ons mee eerst heeft liefgehad, want wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. En als ze bedenken dat Hij zijn leven voor ons wilde geven. en je hebt dat mogen aanvaarden, dat offer in geloof mogen aannemen. dat het ook voor jou persoonlijk zo is. dat je mag weten dat je gereinigd bent. dat je zicht hebt op het eeuwige leven. dat je geliefd mag zijn door de Hemelse Vader. dan uh, heb je zo'n andere uitgangspositie als opvoeder. Um, dat ondanks wat er in je leven ook gebeurd is in het verleden. wat je meegemaakt, hoe je opgevoed bent, wat je. Meegekregen hebt met je ouders, misschien weinig liefde meegekregen. Um, dat je geliefd bent door God en dat uh, jij die liefde ook mag teruggeven. En ja, ik denk dat wij onze liefde graag ook willen uiten in uh, aanbidding of in dingen geven. Um, ik hoorde een verhaaltje dat een kind die uh, wilde zijn moeder een cadeautje geven. En die moeder die zei: Nee, ik wil het niet hebben. Het kind was heel erg teleurgesteld, uh, maar de, dat kind had. Was haar ongehoorzaam geweest. Ze wilde eigenlijk het kind uitleggen: van ja, uh, je wilde offers, je wilde offeranden, zeg maar, maar je geeft geen gehoorzaamheid. Zo is het natuurlijk ook met ons leven. Wij kunnen God uh, dingen willen geven, maar gehoorzaamheid gaat boven alles. Dat we gehoorzaam zijn aan uh, Zijn woord, als man en als vrouw, als vader en moeder voor ons gezin. En zien onze kinderen dat Gods woord. Belangrijk is voor ons. Zien ze jou als moeder uh, op de knieën of verbiddend dat je zegt, nou, ik wil nu even met God praten, nu heb ik even een momentje alleen, je mag me nu even niet storen. Zien ze jou als vader bindend voor je kinderen dat je bezig bent met Gods woord, dat je het woord belangrijk vindt, niet alleen misschien door te geven aan een ander of uh, 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 sommigen die spreken zelfs het, het woord op andere plekken of zijn misschien uh, jongerenwerker of jeugdwerker in de kerk, maar Zien de kinderen wat voor jou belangrijk is? Of zien ze, uh, nou papa is wel heel druk met, met zijn werk, en dat is echt, de kost hem alle tijd. En, um, hij zegt wel dat God belangrijk is, maar eigenlijk merk ik daar heel weinig van. Zien onze kinderen dat wij God op de eerste plaats hebben staan. En dan als tweede, uh, liefde naar elkaar. De Bijbel zegt erover, mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar overgegeven heeft. Ik vind dat altijd uh, grote woorden voor mannen. Dat de vergelijking gemaakt wordt met Christus en uh, gemeente... en zich voor haar overgegeven heeft. Als we natuurlijk net nagedacht hebben ook... dat de Heer Jezus zijn leven voor ons heeft overgegeven. Uh, dat je zo als man je leven overgeeft voor je vrouw. Dat, dat gaat heel erg diep, dat gaat heel erg ver. God vraagt de mannen om hun vrouwen lief te hebben. Maar hoe doe je dat op de juiste manier... En uh, spreek je wel de taal van je vrouw? En hoe maak jij, wat is eigenlijk toch de verantwoording voor jou als man? Hoe maak jij jouw tuin tot een mooie groei- en bloeiplek voor je vrouw en voor je kinderen? Wat doe jij eraan om jouw vrouw tot bloei te laten komen? Om haar in haar kracht te zetten? Om haar te zien stralen? Om haar um, niet als een of andere schoonmaakster uh, blij te zijn dat ze... Weer het huis gedaan heeft en het eten weer op tafel staat. Maar hoe laat jij je vrouw te bloei komen? En andersom natuurlijk ook. Um, staan wij als vrouwen soms niet te bloei van onze man in, in de weg? De heer had mij heel duidelijk laten zien toen, ook met, uh, met Ikech. was ook wel van ja. Uh, het ging ook best wel wat offers kosten voor ons gezin. Uh, Marcus zou ook de leiding gaan nemen over België. Um, eigenlijk leek het wel op of de heer eerst met mij ging praten. Van laat jij hem gaan als hij regelmatig naar Antwerpen moet, als hij daar moet zijn in Gent. Um, ja, sta jij hem niet in de weg. Kunnen we als vrouwen zijn, kunnen we soms ook best jaloers zijn dat hij weer een leuke cursus gaat doen voor zijn werk. En dat hij best wel uh, digitaal inmiddels handig is geworden of hij een tweede taalvloer in spreekt. Terwijl jij dat in jouw kleine wereldje eigenlijk uh, voor je gevoel soms zoals je ontwikkeling stilstaat. Want jij bent alleen maar pampers aan het verschonen en uh, fles aan het geven. Maar zegenen wij onze man en durven we ook hem te laten gaan. Van, van ga maar, God is in jou bezig. Jij groeit. Jij groeit in het leidingnemen. Ik zie dat. Jij, jij krijgt meer um, verantwoordelijkheden en, en je kan het aan. God vertrouwt jou dit toe, deze taak. En dat je eigenlijk als verwondering uh, meestat te kijken met je eigen man: van... Hé, hey, God wil jou gebruiken. Onze dochters die kijken wel eens van die uh, trouwfilmpjes. Die kan je overal op YouTube vinden. En dat is natuurlijk echt uh, heel mooi en romantisch. En uh, ze hopen natuurlijk zelf ook eens op een dag dat dat uh, hun gaat overkomen. Dat ze de juiste man tegen gaan komen. Soms uh, vinden, denken ze wel eens van, zijn er nog mannen die wachten? Die niet alleen uh, naar je kont kijken of die dik genoeg is en uh, rond genoeg. En uh, zo lopen ze wel rond, zeg maar, op uh, het onderwijs. ze dus denken van... Uh, ja, het lijkt wel of of daar alleen nog maar om gaat uh, bij de jongens. zij pas mijn dochter. Zeg, nou, ik, ik vraag me af of, of er nog jongens zijn die, uh, die bereid zijn om te wachten en ook naar je karakter willen kijken. Best wel confronterend. Maar um, ja, hun zien zichzelf natuurlijk ook wel een keer. Uh, ja, hopen ze dat ze mooi bereid zullen zijn en. Um, ja, als je zelf terugdenkt aan je trouwdag, hoe mooi dat allemaal begon en um, ja, hoe blij je bent met elkaar. Maar door de dynamiek van het leven, ook soms door het krijgen van kinderen. En misschien een gehandicapt kind of uh, juist de stress dat je geen kinderen kon krijgen. Of dat het, um, ja, de druk van het leven of een baan of een, een sterfgeval. Of, er kan zoveel op je huwelijkspad komen wat toch verwijdering uh, kan geven. En uh, dat je de liefde een beetje kwijtraakt. En... Het is zo belangrijk om uh, te blijven bidden, ook om elkaar lief te hebben en uh, elkaar die liefde te geven en tijd en aandacht voor elkaar te geven. Toen we op de heenweg hier uh, naartoe reden, zei ik ook van ja, eigenlijk draait het heel veel ook om tijd. Dat je uh, tijd met elkaar hebt. Nou, ik hoorde net een stel die is eerst uit eten geweest en toen naar deze avond gekomen. Nou, dat is een tip voor de rest. <laughs> heel goed bezig ben je dan zeg, heel mooi. Maar dat je tijd voor elkaar hebt. Het, is, het kost tijd en om uh, God lief te hebben en om elkaar lief te hebben. Maar mogen je kinderen ook zien dat je van elkaar houdt? Ja, dat, uh, als het goed is, mogen de kinderen dat zien. En zien van, ja, papa die geeft om mama. En hij vindt haar mooi, hij vindt haar belangrijk en andersom ook. Als derde, liefde naar je kinderen. Nou, het is een zegen als je kinderen krijgt. Daar zijn we denk ik allemaal uh, van overtuigd. En uh, als je voor het eerst dan zo'n kleintje in je armen sluit, dan uh, is het vaak niet heel moeilijk om zo'n kleintje lief te hebben, zo'n uh, mooi babytje. En uh, ja, dan wordt er gelijk een moeder en een vader geboren ook meestal. En dan wordt die liefde die komt dan ook vanzelf. Um, maar het begint soms al met slapeloze nachten, dat je denkt van. Uh, dat er dingen in je naar boven komen, dat je niet wist dat die bij jou de waren, die gevoelens. He, de, uh, er zullen ouders zijn die echt wel eens van, van, van narigheid gewoon dachten: van ik weet niet wat ik met het kind moet, ik, ik kan geen liefde voor opbrengen. Die uh, situaties zijn er gewoon. En ook als je kinderen groter worden he, en uh, met de deur smijten, of je een grote mond geven, of. Uh, en die keren dat ze gewoon uh, roepen van, en je begrijpt mij toch niet. Dat ze kwaad uh, weglopen. Of uh, die keren dat je net een dutje ligt te doen op de bank. En dat, uh, ja, dat er eentje bij komt. En die wil per se op dat moment een spelletje met jou doen. En uh, jou dus irriteert. Dan komt er soms zoveel boosheid in ons. Uh, opeens, zomaar. En dan vinden we het eigenlijk best wel veel moeilijker om ons kind lief te hebben. En uh, ja, ik dacht ook kinderen met een rugzak. Kinderen die uh, ja, extra zorg nodig hebben, of kinderen met een handicap, of kinderen met een uh, ja, met autisme of uh, ADHD, die, het kind wat zoveel van je vraagt. Ik denk dat ieder gezin wel van die kinderen heeft die zeggen van ja, het is er eentje van ons, maar uh, ja, waar het gedrag vandaan komt, zal van opa zijn. En dat het zo intensief is soms om er voor dat kind te zijn. Dat het iedere keer jou weer heel veel energie en liefde kost om dat uh, te geven. We mogen ook bidden iedere keer weer om, om kracht en om liefde. Maar laat je kinderen merken dat je van ze houdt. Dat je om ze geeft. Nou, en hoe je, doe je dat dan? Ja, daar kom ik zo nog even op terug. Nee, Oh ja. ja, zijn dochter die zou examen doen en toen ja, was het natuurlijk spannend, gaat ze, gaat ze slagen of gaat ze zakken. En toen zei hij nou, wat er ook gebeurt hoor, als je zakt of slaagt, voor mij ben je al geslaagd. En dat raakt onze dochter wel, want die is best wel zeg maar, prestatiegericht. En die zegt ja, als ik iets goed doe, dan krijg ik een compliment van jullie, maar dan is ze onzeker. En ja, ze zeggen we ook tegen elkaar, we moeten niet altijd op onze daden van onze kinderen complimenten geven of iets over zeggen, maar inderdaad, ze zijn al voor ons geslaagd. Hè? Ze, ja, je houdt ervan, omdat ze je kinderen zijn. Liefde onderling. Uh, ja, kinderen leren om ze onderling uh, lief te hebben. Um, nou, misschien ziet het er uh, bij jou niet allemaal uit als een uh, strakke renaissance tuin... met allemaal uh, mooie buksensheggetjes en uh, is alles perfect op orde als je la open trekt... Het ziet er helemaal geweldig uit. Misschien is het uh, best wel eens een bende. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er liefde is. Hè, dat er uh, liefde in jouw gezin aanwezig is. En dat zullen de kinderen proeven en merken. Ze zullen uh, dat herinneren later. En um, nou ja, die keren uh, heb je ook vast wel meegemaakt... dat je ergens vanuit de keuken opeens hoort van... Uh, Stommerd, ik ga nooit meer een spelletje met jou doen. En... Uh, Natuurlijk weet jij als ouder dat dat nooit wel overdreven is. En uh, dat ze de volgende dag best wel weer met elkaar gaan spelen. Maar um, ik vind het echt wel een uitdaging om je kinderen ook te leren dat ze elkaar lief hebben. Dat ze ook uh, op de juiste manier naar elkaar praten. Dat ze ook gewoon de dingen aan elkaar vragen in plaats van uh, te schreeuwen. Of, um... Ik ben zelf opgevoed met broers. En um... Ik denk wel eens van, ja, uh, mijn broers konden mij dan best wel eens wat stekende opmerkingen maken. Of over mijn uiterlijk, of over... Dat ik nu wel eens denk van, waarom hebben ze nooit eens... Uh, ja, meer vanuit uit die rol van beschermende broer. Die momenten waren er ook wel. Maar denk ik, uh, ik, ik zag het pas gebeuren bij een jongen die echt heel kleinerend naar zijn zusje deed... Toen dacht ik van het is gewoon niet goed als je als broer als oudere broer zo naar je zusje praat van ja dat het altijd maar een irritant kind is en dat ze altijd maar zit te janken en dat ze altijd maar um, ja of over de opmerkingen wat is het belangrijk als jij als oudste broer ja, die, die beschermer eigenlijk bent voor, jou, voor jouw zus of je, je zusje. En uh, ook, uh, ik zeg het tegen onze meiden ook wel tegen elkaar, van vriendinnen, die raak je een keer kwijt. Maar je zus, die is er altijd voor. En zorg dat je zus je beste vriendin is. Want die zal er altijd voor je zijn. En uh, ja, zorg dat je liefdevol met elkaar omgaat. En uh, dat is soms best wel eens een, uh, een uitdaging. Ik weet dat. Uh, Kinga Ban, die heeft een lied geschreven ooit van... Uh, mijn zus, mijn zus, zij was ook in een zusgezin opgegroeid. Uh, ze zijn mijn evenbeeld, mijn spiegelbeeld, maar ook mijn rivaal. Je kan, uh, kan het ook met meisjes hebben. Dat ze veel, uh, zich vergelijken van... jij hebt mooi haar en uh, jij hebt mooiere ogen. en uh, ja, Dat er toch een bepaalde jaloezie uh, onderling is. Het is een uitdaging om kinderen van elkaar te leren houden... Nou, zelf hebben wij ons een beetje verdiept in, uh, in dit boekje. Dit is misschien bij jullie ook wel bekend. Het is de vijf talen van de liefde. Je hebt een variant voor het huwelijk, maar je hebt er ook een voor de kinderen. Uh, online is er wel een test voor, uh, voor het huwelijk, maar er is er nog geen test voor uh, kinderen. Uh, daar zijn ze nog mee bezig, hebben wij gelezen. Het zou mooi zijn als er zo'n uh, zo testsoort komt. Want uh, de sketch die wij net deden. Um, Marco probeerde best wel wat, wat dingetjes te doen. Hij uh, probeerde mij met een cadeautepaai om uh, bloemen te geven. Hij, uh, hij zei, ik werk toch voor jou, ik, 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 ik haal toch het geld binnen. Dus uh, nou, daar zou je ook tevreden mee moeten zijn. Dus nou, die dienstbaarheid die, uh, die zet hij ook uh, best in. Um, maar hij had geen uh, tijd en aandacht. Misschien heb je ook nog uh, positieve woorden gesproken. Maar hij had geen tijd en aandacht voor mij. En juist die behoefte had ik. En dan, ja, eigenlijk zet hij wel wat dingen in, maar het was niet uh, op dat moment mijn behoefte. En dan kan het zijn dat je eigenlijk langs elkaar heen gaat praten. Nou, dat geldt voor je als man en vrouw, en, uh, maar dat geldt ook voor je kinderen. Nou, dan lopen ze kort even langs. Um, nou, positieve woorden. Misschien uh, is er een van jullie daar juist heel gevoelig voor, dat je zegt van... Uh, ja, je ruimt wel altijd heel mooi de vaatwasser voor mij uit. Dat vind ik uh, heel fijn. Maar uh, je zegt nooit eens iets over mij of tegen mij. Maar, ja, dat je me waardeert of dat je omgeven. dat wil ik juist nou zo graag. Je kan, je kan het zo, soms zo goed met elkaar bedoelen, maar dat je, ja, dat je elkaar toch niet helemaal uh, begrijpt. En je uh, reageert ook vanuit je eigen dingen die je die je thuis hebt meegekregen. Ja, als, als jouw vader jou nooit in het openbaar een compliment gaf... vind je dat ook misschien wel heel moeilijk... om dat te doen naar jouw echtgenoot of naar jouw kinderen. Omdat je het gewoon eigenlijk niet meegekregen hebt. Ja, dat, dat vonden wij thuis slijmerig. Ja, dat ga, ik, dat ga ik niet doen. Dat vind ik ook gewoon niet nodig. Je weet toch dat ik om je geef? Hè? Maar terwijl dat wel iemand anders uh, zijn behoefte kan zijn. Um, eigenlijk kunnen we al die talen spreken. Alleen heb je vaak gewoon voorkeur voor één taal, zegt uh, dit boekje. En um, ja, één, één ding is toch wel, uh, het, het springt er het meest uit. Dat is zo bij je kinderen en dat is ook zo bij jezelf. En, um, maar het is niet zo dat die andere talen, die zijn ook wel aanwezig... en die zullen jullie ook allemaal spreken richting je man en uh, vrouw en je kinderen. Uh, tijd en aandacht is de tweede... Um, dat is bijna eigenlijk de moeilijkste. Want um, tijd en aandacht. Ja, dat kost je iets natuurlijk. Het kost je altijd wel wat om iets te geven. Maar een knuffel is soms sneller gegeven. Of even een, uh, iets in het oor fluisteren van een kind. Dan echt uh, tijd en aandacht. Om echt te zeggen: Van ik ga nou eens één een op één. Neem ik hem even mee. Of ik ga nu eens één een op één een uurtje met haar even weg. Um, want dat is zo fijn. Even, even dat kind alleen. Even, vooral als je natuurlijk meerdere kinderen hebt, is dat best ook een, een uitdaging om de kinderen dan één op één te hebben. En hoe groter je, je gezin, denk ik, hoe, ja, hoe moeilijker dat ook wel wordt. Um, cadeaus krijgen. Nou ja, ik zou zeggen, dat vinden alle kinderen leuk. Maar misschien zeg je, aan, dat is, ik had pas schoonzus die zeggen: ja, dat is echt mijn liefdestaal. We hebben met schoonzus hierover gehad. En ze zegt, dat is echt mijn liefdesdaad. Zeg als jullie niet met een cadeau komen, zeg, voel ik me soort echt, ja, beledigd. Nou, dat was voor mij echt nieuw. Nee, van, dat zou me echt niks interesseren. Maar zij, zij had het blijkbaar zo. En uh, ja, ik wist dat ook helemaal niet van haar. Dat, dat ze dat zo, uh, zo belangrijk vond. Dus, um, nou, het kan zo zijn dat dat, dat belangrijk is. En... Uh, er zijn stellen. Die, ja, die man hoeft niet thuis te komen. Iedere week moet je verse bosbloemen meenemen. Anders zit het niet goed, zeg maar. De, de, die stellen zijn er. Uh, dienstbaarheid. Ja, misschien vind je wel heel fijn om het voor een ander te doen, om, om, je, om je in te zetten. En um, ja, is dat echt jou, jouw liefdestaal? He, dat je zegt, nou, uh, ja, ik regel dat die vaatwasser het weer doet, of ik regel dat die band geplakt wordt vanavond. En um, ja, dat, dat kost jou gewoon iets. Daar zet je voor in. Dat, dat doe je gewoon. En uh, je vindt het heel moeilijk eigenlijk om, om met je woord iets te zeggen. Maar ja, met je handen gewoon iets doen. Daar ben je gewoon echt goed in. Dat, en dat, ja, dat, dat vind je ook heel fijn. Ja, dus als jij je, als je op de bank zit en je vrouw haalt voor jou uh, een glas drinken. Of uh, ja, ze, ze, ze regelt voor jou even iets. Um, ja, dat, dat je daarvan geniet. En dat is met kinderen ook zo. Sommige kinderen vinden het heel fijn als er iets uh, voor hen geregeld wordt. Kijk, we, uh, we regelen ook veel voor onze kinderen. We, we doen ook veel voor onze kinderen. Maar um, hier zit ook wel een gevaar aan dat we ook niet te dienstbaar zijn. Stel dat jij een hele dienstbare houding hebt als moeder. En je, en je zet je daar heel erg voor in. Nou, dan wil je alles wel voor je kind doen. Je wil... Ja, je wilt het kind wel voeren, je wil zijn tas gaan halen. Uh, ik heb als voorbeeld gelezen dat je zegt: van, Je kan tegen je kind zeggen: Nou, je, kind, je zoontje gaat naar de voetbal. En je kan zeggen: Van we gaan zo weg. Zorg dat je klaar bent. Of je zet zijn tas klaar, sportschoenen erbij, zijn trainingspak hangt klaar. Um, dat is een verschil. Maar help je dan je kind om het kind zelfstandig te laten worden? Als je alles voor je kind doet. Het is heel fijn dat jij zo dienstbaar bent, maar er zitten ook grenzen aan om uh, onze kinderen zelfstandig te laten worden. En um, lichamelijke aanraking, sommige kinderen vinden dat juist heel fijn. Anderen kunnen daar misschien helemaal niet zoveel mee. Uh, wij hebben met onze pleegdochter daar ook heel op een juiste manier mee om moeten gaan. Uh, want als een kind beschadigd is vanuit het verleden, is dat soms heel moeilijk om te ontvangen, lichamelijke aanraking. Dan moet je daar ook een modus in vinden van... Wat kan wel, wat kan niet. En, en wat wil ze wel, wat wil ze niet. Ze zijn kinderen met echt niets problemen. Maar het kan ook heel verschillend zijn. Ik heb een broer en schoonzus Die. Uh, ja, mijn broer was er wel van. Maar zij was altijd van. Niet nodig. En zeker niet in het publiek. Het blijft, nee, dat hoefde allemaal niet. Maar dan. Ja, dan, dan merk je wel dat dat. Dat gaf soms wel een beetje wrijving. Terwijl, ja, dat is een, was een andere liefdestaal die je hun dan spreekt. En. Um, ja, dan is de uitdaging wel van, ja, weet ik eigenlijk de taal van de liefde van mijn vrouw, van mijn man? Weet ik het van mijn kinderen, welke taal ze spreken? Wat, uh, wat vinden ze fijn? Nou, ik denk dat wij ons ook daarin kunnen trainen om te, na te denken van... Uh, wat is die taal die mijn vrouw spreekt? Wat, wat, wat spreekt dat kind? Uh, je zou het eens kunnen proberen als je denkt dat je kind die of die taal heeft. Je zou het eens kunnen vragen... Maar om dat uh, per dag en half uur te doen. Kijk, uh, kijk of hij daarop aangaat, of, of zij, of hij er blij van wordt, of je een sprankeling in de ogen ziet, uh, dat dat belangrijk voor hem of haar is. En uh, zo zou je het kunnen testen of dat uh, echt zo uh, is voor onze kinderen. We hebben gisteren onze kinderen ook nog, uh, onze tweede dochter, ook nog eens gevraagd van uh, wat, uh, wat voor haar belangrijk is. En uh, ja, die uitzicht altijd wat minder. De, de, ja, de oudste, die, de biologische oudste, dan, die praat altijd uh, heel veel. Die tweede is gewoon meer een, uh, een binnenvetten Maar die heeft ook de neiging om te zeggen van... Um, ja, dat ze het, de woorden snel negatief naar naartoe toe haalt. En dan ja, twijfelt ze gewoon aan zichzelf en uh, minder zelfvertrouwen. Maar, ja, ze vond woorden toch wel echt heel belangrijk. Je had haar uh, pas een compliment gegeven, geloof ik. En dat dat ze... Uh, ja, ik weet nog wanneer u mijn laatste compliment gegeven hebt, zei ze. Dat, uh, dat had ze heel helder nog in gedachten. En dus een ander zo. Dat is echt dus heel belangrijk voor haar, blijkbaar. Nou, we hebben een uh, poosje nog voor, ons, uh, voor onze praktische opdracht, laat ik het zo maar noemen. Um, ja, wat ik nog wilde zeggen als laatste is dat liefde is de basis. Um, maar ja, misschien zeg je ja, het gaat alleen maar over liefde. Maar hoe zit het dan met gehoorzaamheid, en respect en zo? Maar ik denk als de basis liefhebben is, dat daar uh, ook respect en gehoorzaamheid en al die andere dingen uit voort gaan vloeien. He, want iemand die jou lief heeft, daar wil je meer voor doen dan degene waar je van merkt dat hij niet van je houdt. Als jij merkt dat jouw man heel veel om jou geeft, dan ga je harder voor hem rennen dan uh, als, je, als je dat niks van merkt. Dus dat is uh, ja, en, en wel een, een wisselwerking, denk ik. Of een uitwerking van, van die liefde. Um, nou, het is misschien een idee om dit te lezen. Als je dat nog nee, niet gedaan hebt voor het huwelijk, uh, kan je uh, dat boekje lezen. Of voor de talen van je kinderen. En dan kun je er nog meer. Uh, ik heb het natuurlijk maar kort kunnen aanstippen, maar dan kun je er nog meer over uh, leren.